Arjan Elfacet, we zitten hier in een prachtige locatie in Amsterdam. Dutch Open Hackathon vindt hier 2 dagen plaats. Vertel je eerst eventjes waar we zitten. We zitten in de Eitoren, of de USP Building. Dat is boven de terminal van de grote passagiersschepen aan het IJ. Het telt 18 verdiepingen en we zitten op de 17e nu. En de hackathon vindt plaats op 2 verdiepingen, de 2e en de 3e. En dan hebben we nog de 17e, waar allerlei API-experts zijn, en op de 18e. Ja. Dus eigenlijk bij elkaar, ik schat zo'n 1000 vierkante meter hackspace. Ja, en deze locatie is niet toevallig? Nee. Want waarom zitten we hier? Hoe bedoel je? Nou ja, Philips heeft hier gezeten. Oh ja. Een van de organisatoren. Ja, dit is een oud gebouw van Philips. Op de 18e hadden zij vroeger een productpresentaties. En het is gewoon een onwijs mooi uitzicht. Je kijkt over heel Amsterdam. En Amsterdam is gewoon een hoofdstad. Dus daarom de Dutch Open Hackathon. Ja, hey, even over die Dutch Open Hackathon. Wat is het? Wij gaan. We hebben grote Nederlandse bedrijven. Waaronder Albert Heijn, Philips, Ahold, Bol.com. Transavia, et cetera. Die. Data ontsluiten, API's beschikbaar stellen, waarmee een grote groep programmeurs mee aan de slag gaan de komende 30 uur. Die gaan apps bouwen daarmee en de mooiste en de beste die kunnen prijzen verdienen. Ja, hey, jij bent van OpenState, een organisatie die heel erg bezig is met het openen van data. Ja. Laten we daar nog even beginnen. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat data open is? Nou, in veel landen, ook in Nederland, hebben bedrijven, maar ook vooral de overheid, die hebben heel veel informatie en ze verwerken ook heel veel informatie. En wij zien dat als je op het moment dat je die data deelt met de rest van de samenleving, dat daar een enorm innovatieslag meegemaakt kan worden. Dat anderen daarmee diensten kunnen doen en maken, toepassingen kunnen maken, nieuwe inzicht kunnen verschaffen, die goed is voor zowel de maatschappij als voor de economie. Ja, hey, dus, er zit vanuit jullie organisatie zit er vaak natuurlijk ook een principiële kant aan. Hè? Dan is het zeg maar een stukje van de data die de overheid heeft, die is eigenlijk van ons allemaal. Kijk, dus daar moeten we over kunnen beschikken. Maar je zegt ook daarnaast, bedrijven, het is verstandig om het te doen. Ja, dus bij de overheid kan je ook nog de claim maken. Nou ja, dat zijn publieke organisaties, betaald en gefinancierd vanuit publieke middelen. Dus de gegevens, exclusief persoonsgegevens, zouden eigenlijk zoveel mogelijk gedeeld moeten worden, omdat het van iedereen is. Bij bedrijven ligt het wat anders. Daar kan je die claim niet direct maken. Maar bedrijven zien nu wel in, en dat is ook de bedoeling van dit weekend, dat zij gaan inzien dat op het moment dat zij hun data veel meer delen, en waar heb ik het dan over? Bijvoorbeeld Albert Heijn komt met supermarktdata. Een hele assortiment. Maar ook een enorme bak aan recepten. Transavia komt met tickets, boekingen. Schiphol komt met data hoe je koffers kan volgen op Schiphol vanaf het moment dat een vliegtuig landt totdat je je koffer hebt. En dan kan je bijvoorbeeld kijken hoeveel tijd je hebt om nog even een kopje koffie te doen. Op het moment dat zij die data delen, kunnen anderen, maar ook zichzelf, kunnen ze daar toepassingen of apps mee maken. Waar iemand wat aan heeft, waar je geld mee kan verdienen. Ze zien dus manieren die ze zelf niet eens zouden kunnen bedenken. Dus het is ook het idee van wisdom of the crowd. Mensen buiten de organisaties kunnen dingen verzinnen die zij zelf misschien nog niet aan gedacht hadden. Nee. En jullie hebben natuurlijk van tevoren bij het organiseren hiervan. Je gaat ervan uit dat er vandaag en morgen natuurlijk veel briljantere dingen worden bedacht dan wij samen hier nu kunnen bedenken. Ja. Maar geef eens een voorbeeld. Wat voor misschien wel logische dingen zie jij eigenlijk al als je die datasets aan elkaar... Nou ja, een logische ding is een soort vakantie... Nou ja, je zou kunnen denken aan een vakantievoorpret-app. Ga naar Italië. Via Transavia zoek ik naar een bestemming. Ik vind Italië. Ik krijg wat boeken vanuit bol.com, suggesties. Ik krijg een allerhande recept voor een Italiaanse pasta menu. En ik, met 1 druk op de knop kan ik mijn boodschappen doen. Krijg ik de boek in huis, heb ik mijn ticket en dan kan mijn vakantie al beginnen. Ja. Nou ja, wat je hiervoor nodig hebt is de combinatie van die data. En die bedrijven, veel bedrijven die Transavia en Schiphol werken natuurlijk al veel samen. Maar bijvoorbeeld bol.com en Philips. Niet. En op deze manier kan je laten zien van als die combinaties gemaakt worden, dat je eigenlijk die merk alleen maar versterkt. Iedereen kent het voorbeeld van Senseo, een samenwerking tussen Douwe Egberts en Philips. Nou, hier heb je nu 7, eigenlijk 10 bedrijven die datasets beschikbaar maken en die eigenlijk tegen iedereen zeggen,
stimuleer om daar combinaties van te maken. Want wij weten niet wat er allemaal gecombineerd kan worden en wat er allemaal uit kan komen. Ja. Hey, vroeger waren bedrijven geslotener dan ze nu moeten zijn met dit soort zaken. Hoe moeilijk is het voor bedrijven om zich open te stellen? Ja, dat is natuurlijk eng. En zeker bij hele grote bedrijven. Ja, als iets eng is, dan wordt het al heel snel een groot eng. Ja. Maar ja, de komst van heel veel bedrijven hier. Best wel veel senior managers komen ook langs dit weekend. En ik denk dat zij bij het zien van wat er in dit weekend gebeurt, dat ze eigenlijk veel meer vertrouwen krijgen van, goh, dit geeft ons zoveel waarde. Transparantie is iets goeds. En sterker nog, het kan geld opleveren. Vaak wordt gedacht van dat transparantie geld kost. En als het al economisch geld oplevert, het kan ook zelfs maatschappelijke winst opbrengen. Bijvoorbeeld TomTom, die hebben allerlei devices. Maar je kan bijvoorbeeld uit hun data ook CO2-uitstoot berekenen. Nou ja, als je daarmee CO2-uitstoot van auto's met een TomTom-kastje kan bewerkstelligen. Nou ja, ze zijn marktleider in Europa. Dat betekent nogal wat, zeg maar. Ja. Hey, waarom doen eigenlijk al die want er zijn een paar honderd hier. Hè? Waarom doen al die developers, doen al die hackers mee? Weer een weekend door de week al druk genoeg en dan komen ze hier twee dagen leuke dingen bedenken. Ja, je zou denken, die komen hier voor de prijzen. Maar dat is volgens mij een van de laatste redenen, zeg maar, waarom ze hier komen. Ze komen hier omdat ze met andere nerds en andere geeks en andere hackers dingen gaan maken. Ze leren van elkaar. Het stelt hen in staat om in contact te komen met API-deskundigen. Dus de datadeskundigen van deze hele grote bedrijven. Het is natuurlijk interessant als jij door de week werkt, maar je kan op een gegeven moment iemand van Schiphol spreken die over de data van Schiphol gaat. Ja, dat is super interessant. Dus ze leren heel veel. De sfeer en iedereen wordt natuurlijk goed verzorgd met eten, drinken, slaapplek, et cetera. Maar het is vooral kennis maken, een nieuw netwerk opdoen. En vooral, er zit ook een soort competitie-element in laten zien hoe goed je bent. Dus het zit zelfs nog dat is ook nog zelfs zonder die prijs. Want mensen vinden het wel heel gaaf als je dingen kan laten zien. Van kijk eens hoe goed dingen coden. Ja, en wat even voor het idee, wat voor prijzen zijn er te winnen? Er zijn een aantal geldprijzen, een aantal in-kind prijzen. Dan moet je denken aan Philips Hue Kids bijvoorbeeld. Ja. En er zijn combinatieprijzen. Dat zijn combinaties tussen verschillende bedrijven. Dus bijvoorbeeld een rondleiding bij het dashboard van TomTom en vervolgens ga je naar Schiphol. En nog iets belangrijkers dan deze prijzen is dat de winnaars krijgen allemaal de mogelijkheid om beide bedrijven hun app nog een keer intern te laten zien en maken daarmee een kans op doorontwikkeling. Dus het is een hele mooie binnenkomer voor heel veel start-ups en programmeurs. Ja, hey, in Nederland was een daar ben jij ook aan verbonden, of dat hoort ook bij volgens mij Open State. Dat zeg maar, hack de overheid was een van de eerste hackathons. Volgens mij was dat Wibautstraat, eerste weekend te herinneren. Hè, dus deze trend is een aantal jaren aan de gang. Waar staan we nu in het openen van data? Nou, eerst nog even over die hackathons. Een collega van mij die vertelde in de begindagen dat hij. Ging hij naar de Albert Heijn en dan kwam hij terug met een tas met frisdrank en een krat bier. En dat was de eerste hackathon, zeg maar. Inmiddels een jaar of 6, 7 geleden. Inmiddels worden er 400 man geketerd van zo vroeg tot avond. De eerste was ik nog sponsor, nu is het gewoon al, dat heb ik niet meer nodig. Is het al hekken. Vorig jaar hebben we er één gedaan bij de publieke omroep. En dan zie je dat, kijk, voor ons zijn hackathons, en zeker de grote, zien wij instrumenteel om een bepaald domein te openen. Dus om een bepaalde sector te stimuleren van kijk eens, als je je data open gaat stellen, als je je data gaat delen met derden, dan kan je er dit uitkrijgen binnen een dag. Laat staan als je het echt duurzaam ontsluit. Dus bijvoorbeeld bij de publieke omroep hebben we dat vorig jaar gedaan om de publieke omroep te stimuleren van kijk eens, dit kan eruit komen binnen een dag, maar als je dit structureel doet, dan kunnen wonderen gebeuren. En eigenlijk doen we dit nu ook met deze grote bedrijven. Het is niet alleen een soort stimulering van bedrijven. Kijk eens wat er kan gebeuren als je je data opstelt. Maar is eigenlijk indirect ook een boodschap richting de overheid. Als de grote Nederlandse bedrijven de waarde ervan ziet, dan moet de overheid daar
ook op gaan heen volgen. Heen en weer kan het... Maar waar staan we? Op een aantal onderwerpen, zeker bij de overheid, gaat het gewoon heel erg langzaam. En het heeft ook vooral met cultuur te maken. De overheidscultuur intern. Een paar van die gekken buiten die vragen onze data. Ja, die data is van ons. En dan zeggen wij, nee, die data is van iedereen. Ja. Maar goed, dat heeft nog wel een weg te gaan. Maar we zien wel beweging, ja. Hey, je zei, de kansen heb je benoemd. Maar wat is het risico voor bedrijven die hun data openstellen? Ik kan me voorstellen dat bedrijven denken van... maar dit is onze data en wat gaat een derde partij daarmee doen? En die kan er zelf geld mee verdienen, maar moeten wij daar niet geld mee verdienen? Dat zijn niet echt de risico's, maar meer vragen die het oproept. Ja. Privacy is altijd een discussie geweest en ook in de aanloop. Nou, we hebben gezegd, geen persoonsgegevens, geen klantgegevens. Dat gebeurt ook niet. Dat zijn voorwaarden om het open te stellen. Maar voor de rest, we zien vooral heel veel kansen. Ja. Oké, super, dankjewel. Ze zijn zeg maar net van start gegaan. Dus we gaan het deze 2 dagen volgen en praten met jou later weer hoe het loopt. Oké, dankjewel. Hartstikke goed. Okay, dankjewel. Bye.